Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, bondscoach Stanley Menso en staf maken opwachting bij president, reeds 53 miljoen uitbetaald aan COVID-19 steun, regering probeert met beperkte middelen meets kwetsbaren tegemoet te komen. Particuliere sector moet gaan nadenken over milieuvriendelijke investeringen. En overheidsbijdrage bij COVID-19 uitvaartkosten staat nog overeind. Bondscoach Stanley Menso en zijn technische staf hebben op vrijdag 28 januari hun opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokhi. Menso is eerder deze maand door de Surinaamse Voetbalbond aangesteld als keuzeheer van de nationale selectie. Het staatshoofd wenste Nacho, dat vandaag al in actie kwam, succes toe bij haar wedstrijden. Wat we zo net hebben gehad is dus dat we een beleefdheidsbezoek aan de president gebracht hebben, waarbij we hem kennis hebben laten maken met onze nieuwe bondscoach en dus de consultant tevreden groep, dus de nieuwe bondscoach Stanley Menso en dus de voorzitter van dus de tevreden groep. In eerste instantie hebben we een verslag gedaan van dus de resultaten van het trainingstoernooi dat we hebben gehad, want het is de president die ons toestemming heeft gegeven om onder bepaalde voorwaarden weer met voetbal te kunnen beginnen. En dat betekende dus dat we alleen maar konden voetballen met volledig gevaccineerde spelers. Nou, alle spelers die deelnamen aan dat toernooi, alle personen die erbij betrokken waren, zoals de staf, zoals grensrechters, scheidsrechters, ballboys, etc., die waren dus allemaal volledig gevaccineerd, conform wat de president dus had aangegeven. Daarnaast is het zo dus dat iedereen 90 minuten voor de wedstrijd geswapt werd. En we hebben hem hier overhandigd een medisch verslag over dus de COVID-situatie die wij in de periode van dat trainingstoernooi hebben gehad. We hebben in totaal 986 swaps uitgevoerd. En op die 986 zijn er maar 13 positief geweest, waaronder 3 scheidsrechters. En de rest waren dan spelers die positief getest waren. En de bedoeling is van, als je positief getest wordt, dan word je naar huis gestuurd voor isolatie om dan de volgende dag naar een instantie te gaan om een PCR-test te doen, om vast te stellen of er geen sprake is geweest van een vals positief. Vorig jaar heb ik mijn biografie geschreven. En als dank voor het ontvangst van de president heb ik hem een exemplaar van mijn biografie aangeboden. Ondertekend. Twee uitdagingen, denk ik. Meer diaspora-spelers aanwerven. Ik denk dat het niveau op dit moment dan hoog houdt. En het tweede is denk ik het niveau van de lokale spelers omhoog brengen. En dan heb ik het niet alleen over de senioren, maar ook de junioren, de jeugdspelers. Om dat niveau omhoog te brengen, want dat is eigenlijk datgene wat straks, als het goed is, het Surinaams elftal moet gaan of Nacho moet gaan bevoorraden. Dus dat zijn wel twee grote uitdagingen, ja. Ja, je kijkt naar kwaliteit en je wil met de beste spelers spelen. En het is gewoon duidelijk dat de diaspora-spelers op dit moment meerdere of betere kwaliteiten hebben. Omdat zij op een hoger niveau spelen en trainen. Zij spelen nog gewoon competitie. En de lokale spelers hebben op dit moment een tijd stilgestaan. En hun niveau van trainen en spelen moet omhoog. Nou, ik zie het meer als beide. Ik zie het als één. En de beste spelers, die wil ik selecteren die een prestatie kunnen leveren voor het nationaal elftal. En of het nou lokale spelers zijn of spelers uit de diaspora.
Als coach wil je met de beste spelers werken. Maar je wil ook de spelers die nog niet zo ver zijn, die wil je ook ontwikkelen. De regering heeft tot nu toe ruim 53 miljoen Surinaamse dollars aan COVID-steun uitbetaald. Deze informatie verschafte minister Reshma Kuldeep Singh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken op dinsdag 25 januari 2022 aan het parlement. Het gaat volgens haar om financiële uitkeringen aan werklozen, KMO's en personen in loondienst met een verminderd inkomen. De vragen gesteld, voorzitter, zijn allemaal omtrent COVID-steun. Ik had ze eerder al beantwoord, maar ik ga ze nogmaals beantwoorden. De vraag waarom COVID-steun is stopgezet, voorzitter, is dat de regering maakte in december 2021 bekend dat de online registraties stopgezet zouden worden. En dit zijn om twee redenen. Eén, dat we de meeste sectoren hadden opengegooid en nu alle sectoren. De lockdown is gegaan naar 11 uur. En vanwege het bereiken van het plafond van de COVID-19 noodfonds. Daarnaast, voorzitter, hebben we een heel ander systeem. De mensen die werkloos zijn geworden vanwege COVID, die zetten we in de vacaturebank. En daar bemiddelen we. Als deze mensen weigeren om de baan te accepteren, die we tot twee maal toe proberen, dan stoppen we ook de COVID-steun van deze mensen. Want dat wil dat zeggen dat ze niet willen werken. Daarnaast proberen we ook zoveel mogelijk als de mensen echt in nood zijn, voorzitter. Dat ze geen baan kunnen vinden, maar echt hun werk hebben kwijtgeraakt door COVID. Is het ministerie altijd bereid deze mensen op te vangen en alsnog de COVID-steun aan hun aan te bieden. Hoeveel is er uitgegeven aan COVID-steun? Op dit moment, voorzitter, 53.835.000. Dat gaat om werklozen, KMO's en personen in loondienst met een verminderd inkomen. Hoeveel mensen hebben COVID-steun ontvangen? Dit gaat om 7.666 personen. Hierin zitten ook de mensen voor wie er nog een bankrekening moet worden geopend. En een aantal van 413 personen die moeten nog documenten aanleveren. Dus deze mensen zullen alsnog worden uitbetaald als zij van de maand nog hun documenten aanleveren. De vraag, gaan we weer beginnen met COVID-steun? De COVID-steun zoals die is aangegeven, voorzitter, is afgebouwd en stopgezet. De regering zal de mogelijkheid bekijken waarbij onder andere structurele werklozen een uitkering kunnen ontvangen. Geselecteerde werklozen, KMO's en kleine zelfstandigen die vanwege administratieve uitdagingen nog geen COVID-steun hebben ontvangen, over de voorgaande maanden tot en met november, worden in de komende periode alsnog uitbetaald, waarna er geen uitbetalingen meer zullen plaatsvinden. De regering heeft in de afgelopen periode de sociale uitkeringen aangepast. Er is vooral gedacht aan de kwetsbaren in de samenleving. De regering probeert met de beperkte mogelijkheden de armste groepen tegemoet te komen. Dit zegt Martin Schalkwijk nadat er op donderdag 27 januari een presentatie over het sociaal vangnet voor de regering was gehouden. Nou, ik moet zeggen dat het sociaal vangnet dat is al ingegaan in eigenlijk 2020 hè, met wat optoppingen die toen gedaan zijn. En als we kijken naar nogmaals waar we begonnen zijn in begin 2020 en waar we nu zijn, dan zie je dat de AOV, ik dacht dat die 525 was, is nu 1250, dus meer dan 100% erbij. He, voor de mensen met een beperking was het 325, nu 1750, dus een paar 100% erbij.
Voor de AKB is het ook flink opgetopt. En voor de mensen met de zwakke huishoudens behoorlijk. Dus die optoppingen zijn hoger dan de inflatie die er geweest is. Maar nogmaals, dus voor de lage inkomens denken we dat er wel toch aardig wat is gebeurd. Ook heeft de overheid afgelopen jaar de inkomentrekkers, vooral de ambtenaren, die hebben toen ook 1000 SRD erbij gekregen en nog een 700 koerscompensatie. En voor de laagste inkomens betekent dat ook een optopping van meer dan 100%. De overheid die kijkt natuurlijk naar vooral de meest kwetsbare personen en groepen in de samenleving. En natuurlijk voor de mensen die wat meer verdienen is die compensatie niet volledig. Maar daar gaat via loononderhandelingen en andere zaken, zoals belastingverlaging. En die is er ook geweest, zodat die mensen ook aan hun trekken komen. En er is voor de hoogste inkomensgroepen was er een solidariteitsheffing van 10%, die is per januari komen te vervallen. Zodat die mensen weer wat meer, die 10% alvast erbij hebben. Dus op die manier probeert de overheid toch wel met de beperkte mogelijkheden die zij heeft, in ieder geval de armste groepen tegemoet te komen. De meest recente klimaattop, COP26, biedt allerlei initiatieven die financiële voordelen met zich meebrengen. Om hiervan te profiteren zal vooral de particuliere sector een mindshift moeten maken voor wat betreft milieuvriendelijke investeringen. Het voorgaande zei minister Silvano Tsonahing van Ruimtelijke Ordening en Milieu tijdens een door WWF Guyana's georganiseerde webinar op donderdag 27 januari 2022. Ik wil vooral het bedrijfsleven aanbevelen om goed nota te nemen van deze initiatieven. Omdat ze enorm veel financiële middelen ontlokken. Niet alleen voor de overheid, voor het beleid, maar ook voor de private sector. Het is alleszins de moeite waard om te kijken naar deze initiatieven, om die te volgen en om na te gaan wat we kunnen doen om gebruik te maken van de financiële middelen die hierdoor zijn, worden vrijgemaakt. Maar de private sector zal ook, en dan heb ik het over de private sector in Suriname, vooral, zal ook een focus moeten leggen op milieuvriendelijke investeringen. Die mindshift moet nu plaatsvinden. Financiering komt niet vrij als deze mindshift geen feit is, omdat de middelen beschikbaar zijn voor milieuvriendelijke ondernemingen. Daarnaast moet men beseffen dat verbetering van het milieu niet alleen een overheidsaangelegenheid is. Initiatieven vanuit de particuliere sector en vanuit de NGO's moeten veel meer en veel intenser plaatsvinden. Belangrijk is ook dat de lokale financiële sector zich drastisch zal moeten heroriënteren in haar beoordelingscriteria. En ook het milieu meenemen als factor bij de beoordeling van bijvoorbeeld leningen en hypotheken. Investeren in hypotheken die onderhevig zijn aan klimaatrisico's worden uiteindelijk een financieel risico en kunnen uiteindelijk leiden tot een enorme economische ramp. Voor de overheid is er natuurlijk ook een agenda en de overheid heeft het op zich genomen om het toegankelijk maken en identificeren van internationale financieringsmogelijkheden. Niet alleen voor de overheid zelf, maar vooral voor het bedrijfsleven en de NGO's. Verder nog het creëren van fiscale incentives voor milieuvriendelijke investeringen, die wij nu bijvoorbeeld op het ministerie van Rom aan het bekijken zijn. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook het ontmoedigen van investeringen in milieuvriendelijke investeringen. We hebben al vanaf het begin van onze periode het initiatief genomen om ons milieubeleid zoveel mogelijk samen met de private sector en de NGO's te formuleren. Het is nog niet wat het wezen moet, maar de intentie is daar en we blijven moeite doen.
De overheidsbijdrage aan de uitvaart van door COVID-19 overledenen staat nog recht overeind. Minister Urakit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft het parlement op dinsdag 25 januari breedvoerig hierover geïnformeerd. Tot nog toe zijn 284 verzoeken afgehandeld. Voorzitter, ik kan uw geachte college mededelen dat ten aanzien van de aanvragen van de overheidsbijdrage voor COVID-uitvaartkosten de volgende personen een aanvraag kunnen doen. Want een van de vragen was wie kan in aanmerking komen voor COVID-uitvaart. 1. Degenen die een aanvraag kunnen doen zijn de meerderjarige bloed- of aanverwant van de overledene. 2. Een derde ten behoeve van een ander, bijvoorbeeld een geestelijk gehandicapt, oftewel persoon met een beperking, mentaal of lichamelijk. Dat de derde persoon dan helpt bij iemand die handelsonbekwaam is. Of iemand onder curatele gestelde. Dus dat betekent dat apart van een meerderjarig bloed, oftewel aanverwanten, dat een derde persoon namens de persoon die vanwege een of andere beperking de aanvraag niet zou kunnen doen. En als derde, als het verzoek wordt gedaan aan het ministerie, bij deze wijkkantoor, bij deze DH-hoofd, etc., binnen de districten, dat de ambtenaar ten behoeve van de cliënt ambtshalve bij deze het verzoek kan doen. Ten aanzien van de overheidsbijdrage in zaken COVID-uitvaartkosten kan ik aangeven dat de overheidsbijdrage bij uitvaart als direct gevolg van COVID zijn vastgesteld op SRD 10.000. Want een van de vragen was hoeveel is het bedrag per overledene. 2. Indien binnen een gezin meerdere personen zijn overleden als gevolg van COVID, zal de overheid 10.000 maal de aantal personen die zijn komen overleden door COVID dan uitkeren dan wel tegemoetkomen. Een ander punt was dat indien binnen hetzelfde gezin de beide ouders of verzorgenden aan de gevolgen van COVID zijn overleden, worden de uitvaartkosten geheel gedekt door de overheid als de overlevenden minderjarig zijn of kunnen aantonen dat zij niet in staat zijn deze kosten te dekken. Voorzitter, dit waren althans van mijn kant uit degene, om te verduidelijken, degene die de aanvraag zou kunnen doen voor de persoon die is overleden aan COVID. En ten aanzien van de aanvragen over overheidsbijdrage bij COVID-uitvaarten wil ik wel aangeven dat als het is ingediend bij het ministerie van SOSAVO, dat wij niet 6 maanden lang eroverheen gaan. Want dat was een van de opmerkingen, maar ik wil dat even corrigeren, oftewel rechtzetten. Er is aangegeven in uw geachte college, voorzitter, dat de aanvragen soms lang duren en het was richting de 6 maanden. Ik wil in deze meteen ophelderen en opheldering inbrengen, zodat uw geachte college voorzien is van de juiste informatie, voorzitter, met uw toestemming. Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting is slechts belast met het administratief gedeelte. Dat betekent de aanvragen worden geaccepteerd of genomen op de afdelingen, op het ministerie, en van daaruit worden dan verwerkt. En waar begeleiding nodig is, dat we begeleiding geven. Dat we de mensen helpen invullen en waar nodig ook aangeven wat precies nog ontbreekt of wat nog meegegeven moet worden. Dus als stukken worden ingediend en niet volledig zijn, dan maken wij ook contact met de aanvragers om dan ervoor te zorgen dat het zo snel als mogelijk wordt ingediend. Kijkers, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.